Ja. En die frequentie die kon ik niet meer niet goed aan. Nee. Dat was op. Ja. En het programma dat ik graag zou willen zien, omdat er nu zoveel sprake is over het literaire debat en het moet scherper, het intellectuele debat. En we zien allerlei figuren als Pim Fortuyn en Harry Mens en Van Rossum en Jort de Kelder. Een nog leuker dan de prima. Andere. Ja, maar ze hebben allemaal hun eigen nummer al. En wat ik zou willen zien bij de VPRO, en als we het aan Arie hadden kunnen voorstellen, had hij gezegd, maak het maar, is op primetime, op zondagavond, volgend jaar, een programma dat heet Het Kabinet Niet. En dat lijkt een woordspeling, maar dat is het niet. Dat is namelijk Het Kabinet Niet. Nee. En dat zijn schrijvers, omdat schrijvers kunnen formuleren. En die vormen een schaduwkabinet en die nemen door. Waarom schrijvers precies? Omdat schrijvers kunnen formuleren. Nou, er zijn wel meer mensen die kunnen formuleren. Ja, maar dan krijgen we weer... Nee, het moeten schrijvers zijn. Oh. Dus minister-president is Teun de Vries. Dat vind ik een gewaagde greep. Die is 100. Heb je gelezen hoe die... Heb je gelezen hoe volkomen samenhangend en scherp hij schreef over Siegfried van Heb je gezien hoe hij de trap afkomt? Ja. Nee, helemaal. Minister-president kan zitten. Uit. Maar goed, Teun de Vries Buitenlandse Zaken, Cees Notenboom, minister van Landbouw, Kees van Someren, Koos van Someren, Volksgezondheid, Anna Enquist. Had je zelf nog iets in gedachten? Amusement, nou, entertainment, feel good. Nee, als je die mannetjes op een rijtje zet, dus vanaf Stemmerdink tot Voorhoeven tot de Graven, ben ik minister van Defensie. Nee, ik weet wat. Jij bent, ja, dan ga je de Graven spelen. Jij wordt van gezinszaken. Nee, dat lijkt me van gezinszaken, want ik heb het opzij gelezen. En meestal denk je, ik ben toch ook een oude, zo'n oude feminist, dat je denkt als iemand hoog scoort op de ladder van Siska Dresselhuis, vind ik fantastisch. Maar jij scoorde te hoog. Nou ja, dus Er zijn mensen die tegen vrouwen die tegen mij zeiden, oh, dat zulke mannen nog bestaan. Kees. Nou, ik wist niet dat je met Siska Dresselhuis voor dat interview een weekend naar Parijs moest. Dat wist ik niet. En daar is het. Daar is het wat uit de hand gelopen. En, met die hele meetlat. Ja. En toen kwam je zo hoog op die meetlat. Ja. 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 Dus je bent toch niet zo impeccabel als in die meetlat staat? Wel, nee. Je bent gewoon een doerak. Ja, een fantastisch nummer heb ik gespeeld. Oké. En maar, die leuke kinderen, zijn die ook allemaal van jou? Nee, hè? Jawel, nee, die zijn fantastisch. Die zijn van ja. Want, kijk, je bent natuurlijk altijd een enorme family man. Maar je komt wel aan je trekken met die drie kinderen. Want laten we Hans Teeuwen toch ook ongeveer je kind noemen? Als schoonzoon. Ja. En dan Kim van Kooten en Casper van Kooten. Ja, en Barbara, Jan Mulder heeft een keer gezegd over Jury, toen Jury met een paar fantastische doelpunten Nederland in de race hield. Ik weet niet voor welk WK dat was. En toen werd Jan erover ondervraagd. En toen zei Jan, ja, maar ik heb één probleem. Dat ik voetbalde vroeger beter dan Jury. en dat werd hem heel erg kwalijk genomen. Maar ik vond het vreselijk lief en to the point. Ja, en mijn grootste geluk is dat mijn kinderen beter zijn dan ik. Kim schrijft betere scenario's, kan ik niet. En is een betere dramatische actrice. En Cas is een 10 keer betere muzikant. En is een 2 keer zo goede komiek. Wacht maar af. Daar is alles mee gezegd. En dat is het grootste geluk natuurlijk. Stel je voor dat je kinderen... Als die in dezelfde vlak... van jou. Nee, dat is niet bescheiden. Is dat niet dat is meer pathologisch? Oké. Hartstikke gek. Hartstikke gek. Ja. Je kan toch niet zeggen, ik bedoel, Kim is fantastisch en Casper is ook fantastisch en Hans Teeuwen ook, maar die heb je dan niet zelf gemaakt. Maar die coach je wel, toch, een beetje? Die help je toch ik een beetje? Ik mag wel eens mee met een try-out. Ja. Maar hoe kijk... hij zet geen stap in het theater, deze Hans Teeuwen of schoonvader Kees. Nee, hij is absoluut niet waar. Hans is een genie, die kan het allemaal keurig zelf... Okay. Je bent dus omringd door genieën, maar hoe kijk je eigenlijk op je eigen kwaliteit terug? En heen? Nou ja, of denk je van straks ontdekken ze dat het niks voorstelt? Nee, dat kan niet. Dat was heel goed wat we hebben gedaan. En, heb jij je kind? En ik komisch kan ik wel schrijven. Beter dan dit kan ik niet. En ik denk dat dat mijn kracht is. Ja, en je hebt. En dat is het ook het heerlijkste om Annie te doen. Annie is dus iets minder komisch, maar. Goed, nou, daarom moest het wel. Nu weer even om te lachen zijn. Ja, Annie over je moeder. Ja. Dus, en dat is ook zo heerlijk, als ik het gaat een stukje over een festival. Maar dat is het fantastische van schrijven zelf. Je moet beginnen te schrijven, dan haalt de ene zin de volgende uit. En dan kom je op grappen, maar die waren er dus al. Maar als jij niet zou gaan schrijven, dan had je hem niet... Zou je het schrijven meer missen als je door wat voor rare omstandigheden ook niet meer zou kunnen schrijven? Bijvoorbeeld niet kunnen zien, zoals Annie Schmid ooit. Zou je het schrijven meer missen dan het performen? Ja, hoewel...
performen. Ik vind het heel leuk. Ik sta 2-3 keer per maand sta ik wel eens in een bibliotheek of in een kleine schouwburg. En dat vind ik ook heerlijk om te doen. Omdat je dan dus voor het eerst je verhalen kunt testen. Hmm. Of ze kloppen, de ontroering die erin heeft. Zou je dat kunnen missen? Ik denk dat ik op een onthechtingspunt gekomen ben in mijn leven. Ja, ik zou dat wel kunnen missen, denk ik, hoor. Op een onthechtingspunt? Nou, dat je die glamour en de roem en de gestreelde ijdelheid, die is wel voldoende gestreeld. Ik hoef niet steeds applaus te hebben meer, bedoel ik. Zelfs, kan je tegen slechte kritieken? Nee. Parool, Hilaria? Of Sandra van Gelder, Xandra Schutte, nee, bedoel ik. Nee, kan ik wel tegen. In natuurlijk. De Groene. Tegen, maar het is hartstikke vervelend. En dat is ook nee, zo maar waarom zeg je dan eerst nee en dan ja? Nou, ik kan er niet tegen. Maar iedere schrijver zal dat zeggen. Iedere schrijver zal zeggen, Mensje van Keulen zei het ook nog de afgelopen weken. Fantastisch boek, prachtig ontvangen. 10 goede kritieken, niks aan de hand. 1 slechte kritiek, de hele week van slag. Ik ook. Ik ook. Ja. Maar dus, laten we zeggen, Xandra Schutte, die het nogal fileert. En die zegt van, het is toch een beetje make-believe of... Het is niet echt. Wat vind je daarvan? Wat doet dat je? Ja, ik probeer het zeker. Dat Annie over mijn moeder, dat heb ik zo echt mogelijk geprobeerd te schrijven... als een ode aan die 90-jarige dames in deze tijd. En zo eerlijk mogelijk geprobeerd. En als ik dan er kennelijk voor een lezer, wie dan ook, toch niet dichterbij kom... dat ze zeggen, hij stelt zich toch aan of het is, hij houdt een slag om de arm... dan vind ik dat vervelend. Dan is het me dus niet voor iedereen gelukt. Nee. Maar dat... is onmogelijk om iedereen bevredigd. Echter krijgen we het niet. Nee, zo is het gewoon. Nee, dat is het ergste. Dit is het ergste. Nee, ja, dat krijg ik niet. Dat zou heel erg gemeen zijn ten opzichte van mijn moeder ook. Heel erg oneerlijk als ik daar nog een keer allerlei draaien zou gaan maken. Ja. Kees, vanavond, ga je vanavond televisie kijken? Ik heb een afspraak. Maar ik weet niet eens wat er is vanavond. Kijk je nog wel eens naar Wim de Bie? Jawel. Maar ik vergeet het ook wel eens, eerlijk gezegd. Het zijn dagen dat de tv niet aangaat bij ons. Ook zondagen? Ja. Ook zondagavond. Ja, en ik ben er vaak niet. Ja. Dus het onderwerp Wim de Bie, daar gaan we het verder niet over hebben. Ach, moet je luisteren. Het is al zo verschrikkelijk moeilijk om met z'n tweeën elke week een programma te maken. Als iemand dat in zijn eentje doet, dan past er alleen maar een hele diepe buiging en chapeau. En Wim heeft een ongelofelijke power. Die kan dat. Okay. Ik zou dat niet gekund hebben in mijn eentje. Nee. En niet gedurfd. Nee. Kees, ik ben heel blij met dit. Het is een feel-good boek en het is precies wat we nodig hebben in deze tijd. Het heet Hilaria. Je ziet overal in de stad kan je niet fietsen. Ik neem aan geen enkele stad meer. Of je ziet de grappig verbaasde blik van Kees van Kooten bovenuit piepen. Ja, zo moet het. Ja, ja. Zo moet het, ja, waarom? Ja. Wat zegt dit? Nee, dit is de omslag. Dus ik kijk hier de zon op en we wilden graag een tegenshot maken. En dat is dit shot. Maar ik zal je wat vertellen. Nou, ik hou gewoon een plank hardboard op en Barbara heeft een Polaroid genomen. En die achtergrond is haar ochtendjas. Jullie zijn een dus enig. We konden dit niet. Dus ik sta... Het enig stel. Kees, je bent een topgast. Dus ik zou zeggen, volgende week weer. Oh, dan hebben wij geen uitzending, dus wees niet bang. Okay. Hartstikke blij dat je er was. Mrs. Harris, you are looking there. Look what my guest took with him. Oh, Mrs. Harris. He's totally I'm sorry. With you. It's the only one I've got. Well, you shouldn't say that. Yes, okay. Be honest. Please, u heeft er nu al een beetje gezien. Dank je, Kees. Emmylou Harris staat klaar.